Ik weet niet wat die synthesizer speler aan het doen is, maar die zit in een andere band dan ik. Misschien mag ik wel wat ruilen dat ik die bovenste gebruik in plaats van die middelste. Gekke post. En iets uit China. Het zijn pins. Hoe stinkt dat? Oh, die heb ik echt maanden geleden volgens mij soort besteld. Omdat ik zo'n Instagram story advertentie kreeg. Waar ik echt extreem gevoelig voor ben. Die zijn altijd zo goed getarget op mij. Zie je wat het is? Een roos. En een pizza. En een regenboog. Wat is dit? Een fakkel of zo? Ik kan me niet... Oh, een lucifer. Zo, een lucifer. Boe. En een spookje. En een hamburger. Was wel tof. Was een goede aanbieding en volgens mij is best wel goede kwaliteit. Maar over het kopen van nieuwe spullen en het hergebruiken van oude spullen en het weggooien van oude spullen of het weggeven van oude spullen, daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Ik werd deze week benaderd door BeatWaste. Dat is een campagne die gaat over de circulaire economie. Oftewel gewoon het inleveren van je oude spullen, je oude apparaten, je oude lampen, je oude afval. Zodat het op de goede manier verwerkt kan worden en er iets nieuws van gemaakt kan worden. En die campagne is bedoeld om mensen op te wijzen dat ze eigenlijk al heel veel goed doen. En om ze aan te moedigen om dat vooral te blijven doen of uit te breiden. En daar hebben ze iets heel grappigs voor bedacht, namelijk een soort beatmaker. En die vind je op de catchy URL watismijnapparaatwaard.nl/beat-waste. En dit is eigenlijk een soort drumcomputer, maar ieder instrument staat voor een groene activiteit die jij kan doen, of misschien al doet, of misschien zou moeten doen. Er staat bijvoorbeeld of je wel eens dingen wegbrengt naar de kringloopwinkel. En er staat dus, heb je glas in de glasbak gedaan? Ik noem dit altijd maar mijn bijkeuken, maar het is natuurlijk gewoon een soort gangkast waar mijn vaatwasser staat en mijn wasmachine en 8000 lege flessen. Maar om dit geluid te mogen gebruiken, moet ik dus eerst glas in de glasbak hebben gedaan. Maar ik begin bovenaan een klein elektrisch apparaat ingeleverd in de WeCycle inleverbak in de winkel. En dan heb ik nog ergens een tosti apparaat staan waarvan ik eigenlijk al de hele tijd niet zo goed wist wat ik ermee moest. Want ik vond het ook een beetje gek om het in de prullenbak te gooien. Dus die ga ik nu naar de inleverbak brengen. En dan heb ik in ieder geval al een bassdrum. Zo, mijn tosti-apparaat is ingeleverd. Dat betekent dat ik in ieder geval nu een bassdrum kan maken. En die doen we natuurlijk gewoon voor to the floor. Oh. En de volgende vraag is, heb je wel eens apparaten of andere spullen weggebracht naar de kringloopwinkel? En dat doen we voor een snare, denk ik. Ja, een lekker snertje. En moet ik eerlijk zeggen, de laatste keer dat ik in een kringloopwinkel was voor kringloopkwartier met Bonnie. Toen heb ik wel een kledingstuk ingeleverd in de bak. Maar ik heb nog wel wat dingen zoals deze boeken. Daar wil ik vanaf. Dat zijn best mooie boeken. En dit lampje dat ik vroeger heel mooi vond. Dat mag nu ook weg. Dus op naar de kringloopwinkel. En nu verder met de beat. Zo, ik hoop dat iemand heel blij gaat zijn met mijn boeken of met mijn lampje. Ik heb in ieder geval nu de snare drum binnen. Hier kun je al bijna op dansen, dus het gaat de goede kant op. Voor de hi-hat moet ik nu glas in de glasbak gaan doen. En dat vind ik stiekem eigenlijk altijd wel heel lekker om dat zo erin te flikkeren. Dus daar heb ik heel veel zin in.
Zo, dat was echt heel lekker om het glas weg te gooien. Terwijl ik ermee bezig was, dacht ik, hey, dit is eigenlijk ook een soort beat op zichzelf. Het zijn allemaal best wel lekkere sounds. Dus ik ga straks, als ik de Beat Waste Creator compleet heb, ook nog proberen om mijn beat aan te vullen met mijn eigen afval weggooien sounds. Maar ik heb een hi-hat binnen. De volgende is een beetje een heftige. Je oude koelkast of wasdroger vervangen door een energiezuiniger exemplaar. Nou vind ik dit een heel belangrijk onderwerp en een goed doel, maar het gaat me iets te ver om nu een nieuwe wasdroger te kopen voor deze video. Maar wat ik wel kan doen en vaak ook doe, is mijn vaatwasser en mijn wasmachine op een energiezuinige stand zetten. En dan krijg ik dit geluid erbij. Dat is al een hele dikke snare, dus ik ga nu een heel energiezuinig wasje draaien. Dikke snare drum, check. Yes, we gaan door voor de tamboerijn. En voor de tamboerijn moet ik oude lampen inleveren in de recycle inleverbak in de winkel. En dan kan ik gelijk afvinken, want dat heb ik net meteen gedaan toen ik mijn tosti-apparaat ging inleveren in de andere bak. Komt die tamboerijn. Heb je wel spullen verkocht, weggegeven of uitgeleend? Uitgeleend natuurlijk sowieso. Maar ik heb laatst ook echt iets van 30 boeken verkocht via Instagram. En dat is de reden dat mijn boekenkast nu zo lekker netjes en overzichtelijk is geworden. En ik heb natuurlijk heel veel kleding weggegeven aan de kringloop. Echt iets van 5 zakken vol. Waardoor het nu allemaal netjes in mijn kast past. En dat weggeven van al die kleding heeft me toen ook wel aan het denken gezet. Want als je 5 vuilniszakken kan vullen met kleding die je nooit draagt, dan koop je misschien ook gewoon te veel. En dat is ook wel echt een struggle voor mij. Want ik probeer de laatste tijd wel gewoon wat minimalistischer te leven en wat minder materialistisch te leven. Maar ja, ik ben ook maar een mens. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan echt genieten van mooie nieuwe spullen. Dus ik vind het ook echt heel erg leuk om de nieuwe iPhone te hebben. En ik vind het heel leuk om, als er een nieuwe camera of een nieuwe lamp of een nieuwe microfoon is, om het dan te proberen. Maar ik realiseer me zeker in het geval van kleding dat het gewoon echt vaak helemaal niet nodig is. En dat ik gewoon genoeg heb. Maar daar moet ik mezelf soms wel even aan herinneren als ik weer in zo'n bui ben. Dat ik alles wil kopen om het zwarte gat in mijn ziel te vullen. Skrillex in de house. Dus dan wordt dit mijn beat. Als je ook je eigen beat wil maken, check dan even de link in de beschrijving. Als je daarop klikt, kom je op deze drumcomputer terecht, die sowieso heel grappig is om te doen, de Beat Waste Creator. Maar ik denk dat je ook wel bewust maakt van dat je al heel veel dingen gewoon al goed doet en dat er nog veel meer dingen zijn die je nog meer kan doen. Dus check het even, want dat is belangrijk voor de wereld. Hier komt mijn beat. Hou je vast. Zo, dat was lekker. Ik ben ook heel benieuwd wat jij al doet voor de circulaire economie. Misschien ga je heel vaak naar de kringloopwinkel of repareer je altijd je eigen apparaten. Laat het weten in de comments en check dus even de website. Ik ben ook benieuwd naar jouw beat. Tot de volgende keer. En bijvoorbeeld, en heb je glas in de glasbak gedaan?